Beginnen vandaag Sport 8 met een interview dat Ashwin had met Renzo Accrossi. En natuurlijk vertelt hij over hoe hij allemaal begon te voetballen. En nou, laten we luisteren naar het interview. Nou, het begon op Abra Broki. Sabi bakan nabalu bakleibal tapstrati. Brainerstrat. Toen stopte Stefan Reimer. Ja, ja. Toen zei hij van, boy, jullie zijn goed bezig, je playbal. Weet je wat? We openen een team. Ja. We openen een team. Toen zei hij van, oké, goed idee. Abso, hè? Ja, abso. Welk jaar dat was dat? Nou, kan me niet meer regelen, maar is lang. Hoe oud was je? Ik was 8. 8 jaar? Ja, 8. Okay. Want ik ben begonnen bij Unico. Ja, zo. Dus je bent zelf een Abra Broki? Ja. Dat is op de man kantjes, alle de man. Ja man, kantjes, toppie. Baruka ben dat. Baruka, ja man. Want de man support me altijd, Baruka. Ja. Mensen van mijn moeder, mijn vader, Robert. Ja, familie die kan. Cornelis, Blaisrad, Richard. Allee, passie. Ja man, Christo. Oké, dus meneer Reimer heeft je ontdekt? Jawel. Ik ben begonnen, heb je misdaad. Ik in 9, u 11 en toen ik naar u 13 moest, mevrouw is gewoon niet keren. Oké. En ik kan geen probleem bekomen, zei je toch? Dat ik ook wel, maar ik kan mevrouw is gewoon niet keren. Ja, drapé. Ben een handspeler voor SV Vitesse. Ja. Zei je een familie team. Oké. Oké, ik ben begonnen. Wat was ik? Ik denk, wat zeg je? 13 zo. Zal ook een jeugd Bordeaux. Begin rapie. En toen ik 15 werd, ja, begin ik lidbanden te spelen. Ja. Rapie mijn plek in Vitesse. Zeg al. 3 jaar. Laatste jaar. Dus jullie hadden de top van Nikeri bereikt? Jawel, jawel, jawel. Okay. Hoe was het voetballen daar in Nikeri? Nou, soms leuk, soms niet. Ja, soms leuk, soms niet, maar dat lang heb je druk te gaan. Vooral te lidman dat je play. Heb je druk, ja man. Heb je druk tribune, sabi tos Michael Luku, druk te karkari in de herde. Ja, het was wel leuk, het was wel leuk. Ja, zo. Laatste seizoen voor Vitesse gespeeld, topscorer. Toen zei ik van, nou man, ik moet een stap maken, maar naar waar? Toen dacht ik van, wat SNL man. Want een zekere Wendeldor, misschien kan die zelf allemaal Wendeldor. Toen zei hij, maar van, je nou play die SNL. Dacht ik van, boy, maar ik kan scoren nog bij go to. Ja. Safat, anders tien nog bij kiezen en zo. Toen was je, je bent aan die keren te. Ja, wel. Zal je liep scoren, solliciteer, soldier. Hoe SNL mij heeft ontdekt. Door een bevelhebbers toernooi. Play. Er ligt in ploeg 15-0 in een play. Toen zagen die mannen van, hey, man, je hebt talent, jong. Zwaar een boeja. Toen hebben ze me gevraagd van, hoe je voor SNL uitkomen? Ik dacht van, boy, moet er een was aan je, hè? Dat, ja, oké, okay, is goed. En toen was je 16? Nee, ik was 18. 18? Zeg maar, oké. Okay. Je moet komen trainen. Oké, ik ben goed trainen en zo. In Barikan, alles is nieuw. Nieuw tempo. Safato. In het begin ging het stroef. Ik ben aan give up. Maar hier af seizoen mis de bangere. Toen een bekerwedstrijd tegen Transvaal. Trainer ging een kans. Taki, hé. Go zo is regen. Laat zien. Wie was trainer toen? Trainer Toulit en Holland. Maar Holland Malieveld. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Toen ben ik weer naar play. Een vriend van me, Ida. Mijn mama play want to combinatie. Want to intuïpe. Mijn gamma bal intuïpe in van mijn lijn. Mijn lijn bal. Maar dan was ik, ik boema. Dus daar begon het. Ja. Dan ben ik weer play. Naar mate ben ik weer lijn. Ben ik weer lijn, play. Play wedstrijd, dus afvatten. Toen ben ik weer naar model. Want je play a bon balletje, lolo, zomaar. Train, je koe in een model. Structuur, andere speelstijl. Ja, alles was nieuw.
tough at all. But it was not makkelijk. Mm-hmm. Kategi, it was not makkelijk. So the year we got also meeting tag boy. Sanja terang air mo gue. Mati bari kan ye play bond. Ine go train aku. Muta also go play west right go. Sabi to we be get train. Kami si train and this. Yeah, so. Telek. Say soon. Ni kanti. Akti ni kanti. Tag boy. Ayar jato. Ma biso serana sumana akurusi. Inan bakin. No be go air. Mm-hmm. Pisang ik denk Garf ik kwelling had 14 doelpunten. Ik had 7. Oei. Oei, risgo jong. Ashwin. Ik denk dat boy, maar wie door dat boy. Uh-huh. Toen begon het. Ik begon lai. Mijn lai. Mijn stak, oh. Dit is nou een model. Uh-huh. Ik begon lai. Voel lai den bal. Fa... Wat je aan het amoro begint spelen, lang als je poti schreef in de positie van mijn lijp, zaten begint man, de lange boy. Loco. Tap sa Euroko. Kijk, Lewandowski toch? Mm-hmm. Robert Lewandowski. Yeah. Nou, als spits aan mijn lobby, apart. Ben Sema. Mm-hmm. Dus, mi, bego loco, fade my boy. Positie. Ja, dus, hun positie op het veld toch? Yeah. Bego loco, fade my boy. Mm-hmm. Alla di me lu come qua training. Me probeer. Mi stag e look. Dus so lunda ishi. Me kisa posisi bun fe sa go me stal. Be de altijd drape tabal play kum. Mm-hmm. Wador. Mi be du lo hama kalak dus. Na la di. Fysiek. Hoe deed je dat? Militaire opleiding. Be de wan bijdrage gi asan dat? Ja man. Helemaal. Ja man. Maar ik kan je qua orko, ik is opdracht, hij pakt in daar, dus soms hoef ik qua gym toe, dus alles aan het bejepen toe. Want ik ben een voetballer, ja. Fysiek, ik traag, dus ja, dat is aan het bejepen.